Hey hoi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik ben Naomi van Journal by Naomi. En vandaag is een keer een hele andere video. Want zoals je misschien weet gebruik ik sinds kort weer eens vulpennen. En ik was er nooit zo heel erg fan van. Ik had er eentje die schreef niet zo lekker. En toen zag ik Journal by Kirsten die de Preppy Pen gebruikte. En ik vind het gewoon heel erg leuk om allerlei verschillende kleuren in mijn journal te gebruiken. En dat kan dus met deze, want het is gewoon een pen, ja, een vulpen waar je vullingen in kan doen. Maar je kan hem ook vullen met losse inkt. Ik noem het misschien een beetje gek. Maar en dan kan je als hij op is natuurlijk weer een nieuwe kleur erin doen. Maar ja, ik wil wel afwisselen. Dus dit zijn drie verschillende. En dit is de rest. En er komen er dus nu twee bij. Want ik wilde jullie even laten zien hoe je dat dan vult en hoe dat dan gaat. Dus korte video, maar misschien heb je er wat aan. Nou, dit is dus inmiddels mijn voorraadje. En ik heb bij Journal This weer twee nieuwe pennen gekocht en twee nieuwe kleurtjes. Dit zijn alle andere kleuren en ik moet eerlijk zeggen dat ik niet alles nog in de pen heb. Want ik heb volgens mij meer kleurtjes dan pennen. Blaze Orange zit er bijvoorbeeld nog niet in en Earl Grey ook niet. Dus ik moet nog weer pennen bestellen. Maar ik had als laatste Salamander en Denim besteld en ik dacht, nou laten we die dan nu even erin doen. Dit zijn de pennen. Die komen al met een vulling erin. Die gebruik ik niet. Heb ik inmiddels een mooie voorraad van. En dan haal ik altijd even deze eraf. En daar plak ik dan straks een met mijn label creator maak ik even een labeltje zodat ik weet wat erin zit. Nou, dat is één. Wat heb je dan nodig? Een converter. Die is echt duurder dan de pen. De pen is 5,95 volgens mij. En de converter is 10 euro. Daar is die. Die draai je eventjes helemaal naar boven. Ja, dus nu zit... Je kunt hem naar beneden draaien. En je draait hem dus even helemaal naar boven. Vervolgens pak je de inkt die je wil. Hou een doekje bij de hand. En ik vind het wel spannend, want ik doe het nu op mijn mooie achtergrond. Dit is Salamander. Zo. Je doet je converter erin en dan ga je hem dus naar boven draaien. Net als een pipetje, zeg maar. Dus converter erin. Ik kan het nu niet zo goed zien, want ik wil het jullie ook laten zien. Draaien naar boven. Je moet hem er wel in doen. Kijk, hij zat er, omdat ik het niet goed kon zien, zat hij er niet goed ver genoeg in. Ik doe hem er nu gewoon ver in. Dan zit hij vol. Meteen eventjes. Met het... Oh, mooie kleur groen. Zo. Dan pak je weer de voorkant van de pen. Duw je hem daarin. En dan kan je pen dichtdraaien. En dan heb je Salamander in je pen. Nou, ik ben echt zo onhandig. Er gaat nog een keer zo'n potje omver. Zo. Die doen we dan natuurlijk straks even bij de groen. Datzelfde doen we met die andere. De converter. Naar boven, naar beneden draaien. Dit is een denim. Een mooie blauw, denk ik. Ver genoeg erin. Naar boven draaien. Oh, deze draait door. Oké, zo. En dan is ook deze klaar. Even die hier niet de sticker afhalen, weet ik dat daar denim in zit. Even kijken of dat wel goed is gegaan.
Nou, en dan heb je dus deze kleurtjes. Nou, had ik het plan opgevat om al die kleurtjes in een journal te gaan doen. Dus dat is wat ik eventjes nog nu verder ga doen. Kijken of ik nog ergens een mooie journal heb. Die even apart houden. Daar moeten dus nog stickers op. Maar dat kan niet, want dat moet ik op mijn telefoon doen. Even kijken. Ik heb natuurlijk genoeg journals. Dit kon wel eens een hele knoeiboel gaan worden. Maar ik ga het lekker doen. We gaan wel zien. Ik heb nog een Paper 24. Dat is een adventkalender van Scrappers of Hearts. En ik had het idee... Oh, ik heb al inkt aan mijn handen. Ook gewoon super knap. Zo. Ik had het idee om een soort journal te maken met alle kleuren preppies. Of alle kleuren inkt die ik heb. En maar ook met alle stempels van Journal This en alle washi tape van Journal This. Een soort wat heb ik van Journal This journal. Even kijken. Geen idee of het mijn plan gaat lukken hoor. Dus we gaan kijken wat het wordt. Ik heb nog niet weer gejournald sinds de vakantie. Deze even dicht. Heb ik een. En dan maak ik daar wel even een titeltje van of zo. Preppy pen. Ik bedenk wel even iets. Wat ik wilde doen is... sowieso de kleur dus met een kwastje even zo intekenen. En dan met de pen erachter zetten welke kleur het is. Dus als we dan een nieuwe pakken. Ik weet echt niet wat dit gaat worden, jongens. Ik vind het heel spannend. Even wat overslaan. Nee, hoeft niet. En ik heb dus ook alleen nog maar inkt van Diamine, heet dat zo? Ik maak gewoon maar wat. Ik zal er bij de volgende iets minder lang over doen. Gaat het goed? Ja, het gaat goed. En dan mijn doekje maar even schoonmaken. Ja. Ja, misschien had ik even wat water moeten pakken. We gaan even kijken hoe dit gaat. Dus dit is denim. En die heet ook gewoon denim. Ik heb hem aan de praat, maar ik zit er zelf inmiddels wel onder. Dus dat is dan het nadeel. Dus dit is de kleur denim. En dan hadden we de salamander. Misschien moet ik wel even een potje water gaan halen. Thank you.
Zo, dat zijn ze met een beetje geknoei en gedoe. We moeten er nog wel even wat moois van maken van deze pagina, maar dat komt wel. Dus dat zijn de kleurtjes die ik heb. Hopelijk vond je het een leuke video. En tot de volgende keer.